Om de gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden, heeft Suriname een bedrag van $200.000 ontvangen van de Volksrepubliek China. De middelen zijn bestemd voor de aanschaf van antipandemische en medische benodigdheden, ter behoeve van onder meer het Wanica Streekziekenhuis. De overhandigingsovereenkomst is vanmorgen getekend op het ministerie van Buitenlandse Zaken tussen minister Albert Ramdien en ambassadeur Han Ying. Voor minister Ramdien is de donatie een hele belangrijke en komt deze ook op het juiste moment. We weten onder hoeveel druk de gezondheidssector is in termen van herinvesteringen, nieuwe investeringen die gepleegd moeten worden om de zorg op peil te houden, op niveau te houden. Er is veel over geschreven, er wordt veel over gepraat en terecht natuurlijk, want het is een belangrijke sector, de gezondheid van de mens. En de zekerheden die moeten bestaan. Mede als gevolg van de COVID-pandemie maken wij dus ook zeer moeilijke tijden mee in de gezondheidszorg. Diverse overheden, ook de Surinaamse overheid, trachten alle ten dienste staande middelen in te zetten, zodat de kwaliteit, maar ook de toegang tot de gezondheidszorg gegarandeerd blijft voor de samenleving. Het is een feit, ook bewezen, dat tijdens de COVID-pandemie de ziektelast behoorlijk is toegenomen. Mede vanwege verwaarlozing van de gezondheid van mensen, de vele lockdowns en andere maatregelen, zijn mensen ook ongezonder gaan leven. En het blijft een grote uitdaging, waarbij ik nog niet eens in ogen schouw neem de vele internationale ontwikkelingen op het prijzenvlak binnen de gezondheidszorg. Deze schenking zal ongetwijfeld een belangrijke bijdrage leveren, net zoals de eerdere ondersteuning van tijdens de COVID-pandemie van de Chinese overheid aan Suriname. Ambassadeur Han Ying typeert de geste als een gebaar dat van belang is voor de instandhouding van de vriendschappelijke relatie tussen China en Suriname. Hij geeft verder aan dat zijn land het van cruciaal belang vindt om bevriende naties te ondersteunen bij het herstel van de impact die COVID-19 heeft gehad op economieën en hun gezondheidszorg. China en Suriname have joined hands to fight against it. Setting a very good example of the anti-pandemic international cooperation. April this year, Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi announced that China would like to provide a further assistance to 9 Caribbean countries that have diplomatic relations with China. Na Suriname hebben ook 9 andere Caribische landen een financiële injectie van China ontvangen om de gevolgen van de COVID-pandemie het hoofd te kunnen bieden.